Hallo, welkom. Ik ben René IJzega en vandaag ga ik met jullie een stukje delen uit het woord. En dit gaat persoonlijk worden. Ik had gisteren en in de afgelopen week iets heel anders voorbereid. Maar God heeft alles omgegooid en dat doet hij niet voor een reden. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd waar dit allemaal heen gaat. Als je nou een titel moet gaan geven voor de prediking van vandaag, dan zou ik het noemen Poepen in de Kerk. Poepen in de Kerk. En het gaat over dat leven en dood zit in de punt van je tong. Poepen in de Kerk. Ik vond het wel een aardige titel. Dat komt, ik had vannacht een droom. En laat ik daarmee beginnen. En ik wil je vragen, maak het niet te visueel in je gedachten. Want dan kan het een beetje... het gaat over poep. Ja, dus als je het visueel gaat maken, niet zo'n goed idee. Maar vannacht had ik een droom. En ik weet niet alle details exact, maar ik weet de grote lijn weet ik wel. En dat ging erover dat ik was met mensen aan het praten. En ik ging naar uiteindelijk naar het toilet. Af en toe dan moet dat gebeuren. Dus ook dit keer ging ik naar het toilet voor de grote boodschap, nummer 2. En wat er gebeurde, ik had nogal grote aandrang. En het ging dus niet helemaal goed. En uiteindelijk resultaat was dat er zat poep overal. Op de pot, naast de pot, op mijn kleren, overal zat poep. En ja, dat was natuurlijk geen prettig iets. En ook in de droom ervoer ik me gewoon als van, joh, ik ben vies. Het voelt vies. En op het moment dat ik het schoon wilde maken, denk ik van, nou ja, zo goed en zo kwaad als dat dan kan, om jezelf weer een beetje op te knappen. En maar het zat overal, joh. En dat werkte dus gewoon niet. Maar toen keek ik verder om mij heen. En toen zag ik van, joh, maar er lag ook nog veel meer poep van anderen. Niet alleen van mezelf, maar het was gewoon één grote smeerbende. Dus uiteindelijk, nou ja, zo goed en zo kwaad als het ging, ik mijzelf wat opgekalefaterd en ik uit het toilet. En ik loop door de zaal en ik neem aan dat ik op weg was naar huis om eruit te gaan en mezelf te verschonen. Maar dan kom ik iemand anders tegen. En die persoon die zegt, ik moet zo nodig. En ik zeg van, nou ja, daar verderop, daar is een toilet. Hij zegt, ja, maar daar ga ik niet heen, want dat is zo smerig. En dat was het einde van de droom. Dus het einde van de droom. Er komt ergens een echo nu vandaan, dat iemand die zijn microfoon aan heeft. Die persoon zei, ik ga daar niet heen, want het is zo'n smerige bende daar. En vanmorgen, ik wist nog die droom en ik wist ook waar die over ging. Want ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Gisteravond, ik las wat dingen en we weten allemaal, er zijn een heleboel dingen gaande momenteel hier in dit land. En iets raakte mij en iets triggerde iets in mij. Dus ik had een e-mail geschreven. Niet helemaal fout. Wat erin stond was ook wel waar.
Alleen de bewoordingen in wat ik het gedaan had, waren best wel hard. Ben ik gewoon eerlijk in, waren best wel hard. Ik ben ook een mens en soms hebben dat soort emoties dan even de overhand. En ik wist gelijk toen ik wakker werd van ja, dat heeft daarmee te maken. En terwijl ik vanmorgen samen met God mijn stille tijd had, wist ik gewoon, oké, ik moet gewoon nog een e-mail sturen en vergeving vragen voor de e-mail die ik de avond daarvoor verstuurd had. Voor de harde bewoordingen en dat dat misschien iemand pijn zou kunnen doen. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb het beleden, ik heb mezelf vergeven. Schoon. Maar toen vroeg ik aan de Heer, ik zeg, oké, okay, maar nou heb ik dingen voorbereid voor vandaag. En God zei van, nee, ga hier maar over hebben. En waar het om gaat is dat door ons spreken we onszelf dus bevuilen. En laten we gewoon eens wat gaan lezen. Spreuken 18, vers 21. Op zich allemaal wel bekend. Spreuken 18, vers 21. En laten we... vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wat doen wij? Spreken we leven? Spreken we dood? Schrijf ik een e-mail vol leven? Of schrijf ik een e-mail? Wat dus uiteindelijk, zoals God het openbaarde, geen leven in zat, maar dood in zat. Wat doen we? We hebben elke dag, in alle dingen die we doen, hebben wij die keuze te maken. Spreken we dood of spreken we leven? En het zit in de punt van onze tong. Het zit, dood en leven zit in de macht van de tong. De tong is een machtig, machtig wapen. En terwijl ik dus vanmorgen aan het voorbereiden was, zo, oh, nou moet ik alles omgooien. Toen kwam ik een verhaal tegen. En dat verhaal, het is een kort verhaaltje, maar dat ga ik even met je delen. En er zat iemand die zat in een drukke trein. En hij zat aan de ene kant en tegenover hem op het bankje, de bank tegenover hem, zaten een man en een vrouw. En die mevrouw was continu aan het praten over hoe slecht het gesteld was met de spoorwegen, hoe onvriendelijk de conducteurs waren, hoe vervelend het was dat er geen restauratiewagen meer doorheen kwam en dat er geen toiletten meer zijn. En ze was alleen maar aan het klagen over de spoorwegen. En die man die daar tegenover zat, die had op een gegeven moment, nou ja, ik zal even een praatje. Dus die vraagt aan die man van, wat doet u voor beroep? Wat bent u van beroep? Dus die man die zegt tegen hem, ik ben advocaat. En een beetje schamper kijkend naar zijn vrouw, zegt hij van, zij werkt in de fabrikage-industrie. Dus die man heel verbaasd in de fabrikage-industrie. Wat moet ik me voorstellen bij de fabrikage-industrie? En die man, die advocaat, die zegt tegen hem, zij kletst zoveel en zoveel ellende, zoveel negativiteit, dat ze haar eigen ellende fabriceert. Fabrikage-industrie. En ik vond het wel heel passend in dit onderwerp, poepen in de kerk. Want in de kerk wordt ook wat afgefabriceerd. In het lichaam van Christus wordt ontzettend veel afgefabriceerd. En we fabriceren onze eigen ellende. We klagen over de voorganger. We klagen over
de hele de COVID-19-periode nu, waarin we niet bij elkaar kunnen komen en al dat soort dingen. En dat is allemaal vervelend, dat is allemaal waar. Maar hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we ermee om? Want het is wel degelijk van belang hoe we daarmee omgaan. In Spreuken 18 vers 20, dat is dus één vers voor dat wat we net lazen, staat bijvoorbeeld: van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Dus je raakt er vol van. Je raakt er helemaal vol van. En hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. En vervolgens staat er dan: dood en leven zit in de macht van de tong. Dus die dingen die we praten in negativiteit, in al dat soort dingen, verzadigt onze buik. We worden daar vol van, we worden er vet van. En daar waar we vol van zijn, daar stroomt onze mond weer van over. Dus als we ons volgegeten hebben met negativiteit, stroomt onze mond weer over en beïnvloeden we anderen daar weer mee. Met alle gevolgen van dien. Spreuken 15 vers 15. Laten we die er ook eens bij pakken. Spreuken 15 vers 15. Alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is een voortdurende maaltijd. Die mevrouw was de fabrikage van haar eigen ellende. En alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is een voortdurende maaltijd. Als je een blijmoedig hart hebt en dat dus overstroomt vanuit je lippen, dan heb je een voortdurende maaltijd. Ben je voortdurend heerlijke dingen aan het eten. En dat bracht mij terug naar van de week. Ik doe een paar keer per week een geweldige wandeling met mijn zoon, oudste zoon, Michael. En toen we terugliepen, hadden we het ook over dit soort dingen. En ze zien het. Hij wist het. Hij zag het. Hij kent Jezus nog niet. Maar dit soort dingen kende hij wel. Dit soort dingen zag hij wel van mensen die dus ellende praten, dus ook ellende produceren. Dus ik vertelde aan hem over een aantal relaties waar ik mee samen heb gewerkt. En die hadden allemaal van die rechtsbijstandsverzekeringen. Dat is het woord. Rechtsbijstandsverzekeringen. En die waren ook continu in de weer met allerlei dingen te laten doen door die rechtsbijstandsverzekering. Want er gebeurde aldoor wel wat. En nou zeg ik niet dat een rechtsbijstandsverzekering fout is. Maar ze zeiden tegen mij van: jij moet ook een rechtsbijstandsverzekering. Ik zei: joh, ik heb het nog nooit nodig gehad. Ik heb het nog nooit nodig gehad. Maar het gaat over wat je denkt, wat je spreekt, wat je verwachting is. Wat je zaait, zal je oogsten. Het resultaat daarvan, zij waren continu bezig met hun rechtsbijstandverzekering om de dingen weer rechtelijk in orde te krijgen. Nog zo één. Zo'n gezegde. Ouderdom komt met gebreken. Hoe vaak hebben we dat wel niet gehoord? Ouderdom komt met gebreken. Als je dan iets ouder wordt, ben ik nog lang niet, maar en je krijgt wat klachten hier en daar, dat mensen zeggen: ja, nou, ouderdom komt met gebreken. Nederlands gezegde. Maar als leven en dood in de macht van de tong zit, en je spreekt uit: ouderdom komt met gebreken, mag je drie keer raden, nou eigenlijk maar één keer, wat komt er over jou af als jij ouder wordt? Dat zijn gebreken. Of gaan we in plaats van ouderdom komt met gebreken,
gaan we Psalm 92 over ons proclameren. Laten we daar eens heen gaan. Psalm 92, de versen 15 en 16. Je hebt een keuze. Of je zegt, ja, ouderdom komt met gebreken. Of op het moment dat je wat klachtjes krijgt, je zegt van, ho even. Dit is wat ik proclameer. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Dat kun je ook over jezelf uitspreken. Leven en dood zit in de macht van de tong. Of gaan we poepen in de kerk? Gaan we rotzooi eruit gooien? Negativiteit. Ander voorbeeld. We blijven nog even in het Oude Testament. Dan gaan we naar Numeri. Numeri 13. Numeri 13. Vers 31 en 32 a. Dit is het verhaal van de 12 verspieders. Het verhaal kennen we allemaal wel. Waar de 12 het land Israël ingestuurd werden om te verkennen. Nummer 13, vers 31. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En dan 32b. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. Dus wat gebeurde er? We hebben 2 van de 12 die zeggen van, joh, dit kunnen wij gewoon doen, want God is met ons. En hoe groot die reuzen ook zijn, maakt niet uit. God is met ons, dit kunnen wij gewoon doen. Maar er zijn de 10 die beginnen kwaad te spreken, die beginnen een kwaad gerucht te verspreiden, en dat heeft desastreuze gevolgen. Het hele volk, er vallen op dat moment een heel aantal doden, en de rest van het hele volk wordt teruggestuurd de woestijn in. En iedereen die daar aan de grens stond de eerste keer, zal de tweede keer, op een paar mensen na, niet weer aan de grens staan. Plaatje van de kerk. We hebben een visie. En we willen vooruit. En we geloven in dingen. En we geloven in de beloftes van God. Alleen de dingen om ons heen zien er gewoon even niet uit zoals wij hoopten en geloofden dat het er op dit moment uit zou zien. En dan zie je in het lichaam van Christus dat de mensen opstaan, beginnen te klagen, beginnen kwaad te spreken, beginnen vertrouwen te ondermijnen, noem maar op. Beginnen te poepen in de kerk. En de hele gemeente wordt bevlekt. De hele gemeente wordt vies. Met het risico, wat we hier ook zien in Numeri, dat het plan van God voor die gemeente, dat gaat wel door. Maar misschien moet dan de hele gemeente wachten totdat iedereen die erbij was op dat moment weggegaan is, gestorven is en niet meer is. Dat er een nieuwe generatie staat die wel wil gaan voor de beloftes van God. Poepen in de kerk. Groot risico. Want het is niet alleen dat je jezelf bevlekt. Het bevlekt een heleboel mensen. Maar dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Colossenzen. Even kijken hoor. Ik moet ook altijd even weer zoeken hoor. Colossenzen. Ja, Colossenzen. Hoofdstuk 4. Colossenzen 4. Vers 6. Hier zitten we in het Nieuwe Testament en Paulus die schrijft een brief aan de gemeente
de Kolossen. En daarin schrijft hij hoofdstuk 4, vers 6. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Wauw. Dat is wat Paulus tegen de gemeente zegt. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Prachtig, toch? In Efeze 4, vers 29, laten we daar eens heen gaan. Efeze 4, vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Hij praat hier weer tegen een gemeente. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar iets goeds, dat nuttig is tot opbouw. Hij praat niet alleen over schuttingtaal hier. Over echt de vieze woorden, vloeken. Maar hij praat hier ook over onder elkaar. Heb een goed woord. Bouw elkander op. Laat alles wat u zegt tot opbouw zijn van de ander. Paulus zegt het dus ook al. Maar wat zegt Jezus? Nou, laten we eens kijken wat Jezus zegt dan in Matteüs 12. Matteüs 12. Even kijken. Vanaf vers 34b. Matteüs 12, vanaf vers 34b. Dit zegt Jezus. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Dit zegt Jezus. Dat betekent dat we moeten dus uitermate voorzichtig zijn met de dingen die wij zeggen. De dingen die we communiceren, met de dingen die we eruit gooien. Uw woorden, zult u rechtvaardig verklaard worden of zult u veroordeeld worden? Dat is wat Jezus zegt. Leven en dood zit in de macht van de tong. En het zal rechtvaardig verklaard worden daardoor of veroordeeld worden. Zo belangrijk is het. Zo belangrijk is het om zo goed mogelijk dat te controleren. Hoe controleren we dat? Want op het moment dat we dingen spreken, geloof komt, Romeinen 10 vers 17, geloof komt door het horen van het woord. Dus op het moment dat wij woorden spreken die zijn negatief en slecht, en die horen wij, dat betekent dat we ze gaan geloven. En helemaal als we ze maar vaak genoeg herhalen, gaan we ze geloven. Dus het is heel belangrijk. Want volgens Romeinen 10 vers 9 moeten we met onze mond Jezus belijden. Romeinen 10 vers 9, ik pak hem er even bij. Romeinen 10 vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Met uw mond Jezus belijden. Dat is waar onze mond voor is. Om Jezus te belijden. Om tot zegen te zijn. Om te zegenen. Om anderen te zegenen. Om goede dingen te spreken. Dan zult u gered worden. Daar zien we het ook weer. Maar hoe doen we dat dan? Hoe komen we tot een andere spraak vanuit onze mond. Romeinen 12, vers 2.
Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Want hoe spreekt deze wereld? Alleen maar negativiteit, valsheid, leugen. Word daarin niet gelijkvormig. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Van uw denken. We moeten ons denken veranderen. Zodat we kunnen onderscheiden daardoor wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus als we ons denken veranderen en daardoor ons spreken veranderen, wat gaan we dan ontdekken? Wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Als christen, wat willen we nou nog meer dan? Dat willen we toch weten? Maar dan moeten we ons denken veranderen. Dat is een keuze. Dat gaat niet vanzelf. Dat is een keuze die je maakt. Ik wil mijn denken veranderen. En daar ga je actie op ondernemen. Het is niet alleen dat je er bent met, ja, ik ga mijn denken veranderen. Nee, daar volgt een actie op. Want het is een actief gebeuren om je denken te veranderen. Daar zijn wetenschappelijke onderzoeken op geweest. Romeinen 12, vers 2, hebben we net gedaan. Ja, Efeze 4. We gaan weer naar Efeze. Efeze 4, vers 23. Wat zegt Paulus daar? De eerste keer was in de brief van Romeinen. Praatte hij over het vernieuwen van je denken. Nu zitten we in Efeze, weer een brief van Paulus, vers 23. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dus hij blijft erop terugkomen. Het is niet een dingetje van, oh ja, doen we even. Nee, hij blijft daarop hameren. Hij blijft daarop terugkomen. We moeten ons denken vernieuwen. Zodat we anders praten. Zodat we anders gaan doen. En op het moment dat we andere woorden spreken, horen we andere woorden en gaan we dus ook andere dingen geloven. Hoe mooi is dat? Maar dan zeg je van, ja, maar dat kan ik helemaal niet, joh. En dat kan jij wel. Want je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft het niet alleen te doen. Want je doet het samen met de Heilige Geest. En daarover staat in Efeze 3 vers 20. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht, de dynamisch kracht, de kracht die de wereld geschapen heeft, die in ons werkzaam is. Samen met die kracht, samen met die macht, kunnen wij ons denken vernieuwen, kunnen wij ons spreken vernieuwen, kunnen wij ons handelen vernieuwen, en kunnen wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen, kunnen wij tot zegen zijn in de gemeente waar God ons geplaatst heeft, kunnen wij tot zegen zijn voor de regering hier in Nederland en in de gemeente waar we zijn, kunnen wij tot zegen zijn. Mensen horen genoeg om hen heen, al die negatieve dingen. Als wij de wereld willen bereiken, bereiken we die niet met negatieve praat. Maar die bereiken we alleen op het moment dat we praten zoals Jezus. Op het moment dat we naar mensen dingen kijken zoals Jezus keek. Op het moment dat we handelen als Jezus. Dat we worden als Jezus. Dat is wat de wereld verandert. Dat is wat de wereld aan zal trekken. Want die man in die droom, dat was een ongelovige. Daar waar ik net wegkwam van dat toilet, dat representeerde de kerk. Het lichaam van Christus. En toen ik zei tegen die man van, oh, maar dan kun je daarheen. In andere woorden, hij moest nodig. Hij was zoekende. Ik zei, oh, moet je daarheen gaan? En hij had het gezien. Hij zegt, nou, daar ga ik niet heen. Want het is gewoon te smerig. En als gemeente van Christus en als lichaam van Christus is het tijd om ons schoon te maken. Het is tijd om afstand te nemen van, om ons te wassen in het bloed van Jezus, om ons spreken te wijzigen, om ons denken te veranderen, zodat we aantrekkelijk worden voor de mensen in de wereld. En dat ze zeggen van, oh, wauw. Daar is het brandschoon. Daar wil ik heen. Want ik leef in een omgeving waar alles besmeurd is met poep. Maar daar
Daar is een gemeente, daar is een groep mensen. En die zijn schoon. Daar markeert helemaal niks aan. En zo horen wij te zijn. Zo horen wij Christus te representeren hier op deze wereld. En dat gaat met vallen en opstaan. Dat heb ik zelf ook weer ervaren. Het gaat met vallen en opstaan. Maar dat is wel onze roeping. Als gemeente en als lichaam van Christus. Hier in Nederland en wereldwijd. En we moeten schoon schip maken. En we mogen zorgen dat we gewassen worden in het bloed van Jezus. En dat alle poep verwijderd is. En dat we blinkend schoon staan. Want Jezus komt niet terug voor een bruid besmeurd onder de poep. Jezus komt terug voor een bruid in blinkend wit gewaad, zonder vlek, zonder rimpel, schoon. Het begint bij ons. Zo, dank u, Heer. Heer, ik wil u danken voor iedereen die vandaag gekeken heeft. Heer, ik wil u danken, Heer, voor de verandering die het teweeg mag gaan brengen in het lichaam van Christus, Heer. Dat we ons denken mogen gaan vernieuwen, dat we ons spreken mogen gaan vernieuwen. Heer, dat we schoon mogen worden. En dat we niet meer poepen in de kerk, Heer. Dat we niet meer poepen in de kerk, maar dat we schoon zijn, blinkend schoon. Voor de wereld te zien, want daar is een plek waar ik heen kan met mijn vuiligheid, zodat het schoongewassen wordt, zodat er mee afgerekend wordt. Vader, ik dank u, Heer. Ik dank u, Heer. Vader, zo zegen ik en ieder die nu aan het kijken is. Ik dank u voor die persoon. Heer, dat u een diep en groot werk in die persoon mag gaan doen. In Jezus' naam. Amen. Als je de boodschap wat vond, klik like of dislike als je het niks vond. Klik subscribe als je op de hoogte wil blijven. We hebben heel veel onderwijs op het gebied van discipelschap, presence of God, de aanwezigheid van God. En dankjewel voor het kijken en heel veel zegen in Jezus' naam. Amen.